zorgboerderij Het Personnenbos is naast ons agrarisch bedrijf met koeien en varkens een dagbesteding voor ouderen. Nou, je ziet eigenlijk steeds meer ouderen die dementerend zijn, allerlei andere problemen, waaronder eenzaamheid. En hier op de zorgboerderij breng je de mensen bij elkaar, je laat ze op een zinvolle manier bezig zijn. En ja, daar proberen wij aan bij te dragen hier in onze gemeente. Wij bieden de mensen structuur en ritme, dat is voor een aantal mensen heel belangrijk. We geven gezelligheid, sociale contacten onderling en ook een zinvolle dagbesteding, dat is heel belangrijk. Het geeft gewoon heel veel activiteiten vanuit het agrarisch bedrijf die voor de mensen hier heel goed zijn om te doen. Het eten is in ieder geval heel belangrijk. We hebben een grote moestuin waar we met z'n allen in werken. Bij de dieren zijn we druk. De dieren moeten gevoerd worden, ze moeten schoongemaakt worden. Het is niet dat je activiteiten moet zoeken, maar ja, het gebeurt gewoon automatisch. We werken ook mee aan het project Boerdbewust. Dat is hier in de omgeving gestart. En dat zijn dus een aantal boerderijen die gewoon ook zo duurzaam mogelijk bezig zijn en op dierwelzijn letten. We zijn nu ook met zonnepanelen aan de gang en ja, alles wat je doet voor de bodem probeer je gewoon goed mee bezig te zijn. Dus we werken al jaren met een kringloopwijzer. Heel veel voldoening geeft het mij. Alles wat je doet zie je gelijk terug. Je krijgt gelijk reactie van de mensen. Je legt uit wat er gebeurt, dus je krijgt ook steeds meer begrip voor het agrarische leven. En ja, voor de mensen is het gewoon heel belangrijk. Je ziet hoe mensen opknappen, hoe het allemaal beter gaat. En eigenlijk die wisselwerking, de combinatie tussen het agrarische bedrijf en de mensen. En ja, het past allemaal gewoon. Het werkt heel goed samen.